Op het persmoment van Hans Klok's Vegas Goochelshow heeft Sarah van Soelenkamp gereageerd op de scherpe opmerkingen die Hans Klok heeft gemaakt over haar in zijn biografie. De opmerkingen waren niet mals. Hans Klok vergeleek haar met halve travestieten en sprak negatief over de exen van André Hazes junior Sarah van Soelen, die een van die exen is, leek echter onverstoord door de opmerkingen en reageerde met nuchterheid. Storybaas Guido den Aantrekker, die betrokken is bij Hans Kloks biografie, benadrukt dat Hans Klok bekend staat om zijn eerlijkheid en directheid. Hij beschrijft mensen zoals ze zijn en neemt geen blad voor de mond. Dit leverde ook openhartige opmerkingen op over de vriendinnen en exen van André Hazes junior, waaronder Sarah van Soelen. Sarah van Soelen zelf lijkt de opmerkingen niet persoonlijk te nemen. Tijdens het evenement zei ze: iedereen heeft zijn mening. Ik denk sowieso niet dat je mij hoeft te vergelijken met de andere exen van André. Ik zit namelijk niet in die leeftijdscategorie en iedereen heeft zijn eigen stijl. Ik voel me mooier door mijn keuzes en als anderen dat ook waarderen, dan is dat prima. Hans Klok, die ook aanwezig was op het evenement, probeerde de opmerkingen te nuanceren en verklaarde dat hij Sarah van Soelen leuk vindt en dat zijn opmerkingen met een knipoog moeten worden genomen. Hij benadrukte dat Sarah van Soelen het type vrouw is dat bij zijn evenement past. Fotograaf William Rutte, aanwezig bij het evenement, merkte op dat dit wellicht een vorm van schadebeheersing is van Hans Klok, omdat zijn goochelshows voornamelijk bezocht worden door vrouwen met een vergelijkbare stijl als Sarah van Soelen.